10:50 is het. Precies. De kop af. En op naar Hof Geismar, hè? Ja. Mijn handremkabel laten vervangen. Stuk. We hopen maar dat het gemaakt kan worden vandaag. En anders zoeken we een andere oplossing. Nou, goedemorgen. Hier staan we dan. Kunnen ergere dingen verzinnen natuurlijk. Lekker even alles klaarmaken. Dan gaan we even naar een garagebedrijf toe. Ik heb gisteren namelijk een kapotte handremkabel gehad. En die gaan we even kijken of we die kunnen laten maken. En zo niet, dan gaan we op een andere manier de auto vastzetten als we op een hellinkje staan. Dat zien we wel. Wat een plek, hè? Zo. Net terug weer van de dealer. Nancy is even bij de Lidl boodschappen doen. En ik blijf even bij Daisy hier zitten. We hebben net even een klein uurtje bij de Fiat garage gezeten. Die ging even kijken wat er aan de hand was met onze handremkabel. Maar hij zei van joh, het is een specifiek onderdeel voor de auto. Het kan een Alco onderdeel zijn, het kan een Rapido onderdeel zijn. Maar het is in ieder geval geen Fiat onderdeel, zei hij. Moet besteld worden, duurt een weekje. En ondertussen kunnen wij gewoon doorrijden. We moeten wel even een extra keg halen voor straks achter de wielen te leggen voor het geval dat we op een moeilijke plek staan. Dus we hebben maar besloten om gewoon lekker door te gaan en dus die keg te gaan kopen. En dan kijken we straks als we in Nederland zijn wel weer of dat het in één keer vervangen kan worden. Het is gewoon een nieuwe kabel. Hij is afgebroken bij de handrem zelf, dus in de cabine. En ik heb net een garage in Rosmalen gebeld. En die zegt van, dat is gewoon een los kabeltje. Kunnen we gewoon maken op maat en gaan. Dus er hoeft niks voor besteld te worden. Dus dan gaan we daarvoor. We gaan gewoon lekker rijden. Ik ga straks even kijken of hier in de buurt een camperzaak is. Of een campingzaak. Waar we een kegje of iets kunnen kopen. Gewoon voor de extra, voor de veiligheid. En dan knallen we gewoon even lekker nog een weekje door. Zo, de oplossing. Even van deze dingetje gekocht, voelt ook een stuk fijner. Soms is het heel stil. Soms is het hier heel stil. En dan kijk je om. En dan denk je... Is het Dennis? Is het Dennis ook? Dat denk je dan, hè? Maar dan denk je... Volgens mij zit er hier iemand te wachten. Op een lekker stukje... lekkers. Mooi, hè? Manketten van Bad Karlshaven. Dan kom je echt met een sluisje uit de rivier. Ga je het centrum in en daaromheen is echt alles gebouwd. We zitten nu in het raadhuis. Als ik het goed heb gezien is dat dit gebouw. Hier zitten we nu in. Hier zijn we binnen. Ja. En dan gaan we ook even kijken hoe het verder uitziet hier. Dit is dus een olm uit 1915.